Wethouder Yvonne Blijsen opende woensdag een tentoonstelling over zonneproducten in het Leeuwarder Stadskantoor. De expositie is samengesteld door het Cartesius Instituut. Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen op het gebied van zonneproducten, maar het gebruik ervan is nog zeer minimaal. Dit komt vooral door onwetendheid. Vaak is het niet bekend welke producten er zijn en waar ze te koop zijn. De expositie moet daar antwoord op geven. Het is eigenlijk een sfeerlampje voor buiten of voor binnen. Maar als je hem op zijn kop zet, dan kan hij zonne-energie vangen. En dan laat hij op, draai je hem om, dan gaat het lichtje aan. Dan heb je heel mooi sfeerlicht. Dat is in essentie wat het doet. Een mooie lamp. Wat is dit voor de gemeente? Want hier staan allemaal kleine speeldingetjes die we allemaal graag willen hebben. Maar het is het begin van het grote werk, denk ik. Ja, dit is heel belangrijk. Want als we het over zonne-energie hebben en de mogelijkheden die zonne-energie in zich heeft voor de toekomst, dan moet je heel dicht ook bij de consument gaan zitten. Dan moet je zichtbaar maken waar het om gaat. Dan moet je ook laten zien dat het echt werkt. En juist op deze kleine schaal die toepassing, dat mensen kunnen ervaren. Bijvoorbeeld even zo'n rugzak, hè? Daar zitten dan van die zonnecellen in en daar laat die op. Als je dan je laptop meeneemt en die kun je op je rugzak aansluiten en daarmee heb jij je elektriciteitsvoorziening gewaarborgd. Dat is een gigantische kracht in consumentenland. Dat daagt dus ondernemers uit, fabrieken uit, om echt consumentenproducten te gaan maken. Dus dat is de markt, zeg maar. En tegelijkertijd gaat daar een stuk kennisontwikkeling weer verder door ontstaan. En wij geloven als gemeente heilig in die combinatie tussen overheid, markt en kennisinstituten. Want die kunnen elkaar allemaal versterken en uiteindelijk worden we daar met elkaar toch wel een stukje beter van.